Ephesians chapter 1 verse 18. Efeze 1 vers 18. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance in his holy people. En ik bid dat de ogen van uw verstand en uw hart verlicht zullen worden om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Ik bid dat de ogen van je hart verlicht zullen worden. That's what I want to encourage you today. En daar wil ik je mee bemoedigen vandaag. You have to see the things that he really wants us to see. En je moet de dingen zien waarvan hij echt wil dat we die zien. I'm not talking about physical eyes, I'm talking about spiritual eyes. Ik spreek niet over fysieke ogen, maar over geestelijke ogen. You cannot see the things that God prepared for us. You cannot see the things that prepared for us with our physical eyes. En je kan de dingen niet zien die God heeft voorbereid voor ons met onze fysieke ogen. The divine things that goddelijke dingen that God prepared for us, die God heeft voorbereid voor ons, we cannot see with our physical eyes. Die kunnen we niet zien met onze fysieke ogen. We need spiritual eyes. We hebben geestelijke ogen nodig. That's why God said to Abraham. Daarom zei God tegen Abraham. Hey Abraham, as far as you can see, I will bless you. I will give you. Abraham, zo ver als je kan zien, zal ik je zegenen. Ik zal het je geven. As far as you can see, I will bless you. Ik zal je daarmee zegenen. Which means you, if you cannot see it, you will never get it. Als je dit kan zien, zal je het nooit hebben. To able to get it, you have to see it. En als je het wil ontvangen, dan moet je het kunnen That's zien. That's why we need to open our spiritual eyes. Daarom moeten onze geestelijke ogen openen. To get a real blessing from God, we have to see. Om te krijgen, moeten we het zien. Come on, brothers and sisters. Kom op, broers en zussen. If you can see invisible, you can do impossible. Als je het onzichtbare kan zien, kan je het onmogelijke doen. I didn't even finish my high school. Ik ben mijn middelbare school niet afgemaakt. In 1995, I'm about to go to foreign country. En in 1995 wil ik naar het buitenland gaan. My uncle came to my house. Mijn oom kwam naar mijn huis. And said, Dave, you are going now. You're going to foreign country. Do you know how to speak English? Hij zegt, David, je gaat nu naar het buitenland toe. Weet je hoe je Engels spreekt? I said, no, uncle. Ik zeg, nee, oom. So okay, I will teach you. Hij zegt, okay, dan zal ik het je leren. And he said, say, how are you? Hij zegt, hoe gaat het? I said, how are you? Dus ik zei, hoe gaat het? And he said, if somebody come and ask you, how are you? You have to say, I'm fine, thank you, and you. En als hij zegt, als iemand aan je vraagt, moet je zeggen, het gaat goed, dank je. That's all I know, that's all I know. En dat is het enige wat ik wist. Even to know by heart, I have to study 2 days. En om dat uit mijn hoofd te leren, moest ik 2 dagen studeren. In the mirror, I practice, you know, how are you? I'm fine, thank you, and you. How are you? How are you? I'm fine, thank you, and you. I'm fine, thank you, how are you? That's all I know. Dat is het enige wat ik wist. That's all I know. Dat is het enige wat ik wist. One day. Op een dag. I went to English church. Ging naar een Engelse kerk. With my mom. My mom English is very good. Yeah. Met mijn moeder en het Engels van mijn moeder is heel goed. That day, the church pastor named Pastor Terry. En de voorganger heette Pastor Terry. He was. His preaching was very good. En zijn preek was heel goed. He's running, jumping. Hij rent, hij springt. People laughing. En mensen lachen. I don't understand anything. En ik snapte niks van. So I was so embarrassed. Dus ik schaamde me echt. So I just pretend people dus laugh, I laugh. Ik denk net als als mensen gingen lachen, ging ik ook maar lachen. People yell, I yell. Als mensen riepen, ging ik ook maar roepen. I don't know, but one old woman is looking at me that time. Maar er was een oude vrouw die keek naar mij. Because she's looking for a partner, like I mean, like to talk. Maar ze zocht iemand om mee te praten. Not here. There's no old people here, but. Er zijn geen oude mensen hier. You know, old people want to talk a lot. Want oude mensen willen graag heel veel praten, weet je dat? After 70, 80 people, yeah. Na 70, 80. They talk a lot. They talk a lot. Praat ze veel, heel veel. So that her name was her name is Auntie Agnes. En ze heette Tante Agnes. She's a Singaporean. En zij komt uit Singapore. Singaporean talk. Mensen Singapore die praten. I said, you know, I just pretend, you know, when people laugh, I laugh. Dus ik deed net alsof mensen lachen, lachte ik ook mee.
people cry, I pretend I cry. Toen mensen gingen huilen, deed mensen of ik ook ging huilen. She thought that I knew English very well. En dus zij dacht dat ik heel goed Engels kon spreken. And after service, she came to me. En na de dienst kwam ze naar me toe. Hello, are you Rhoda-san? En zei, hey, bent u... My mom name is Rhoda. Bent u zoon van Rhoda? Are you Rhoda's son? Bent u de zoon van Rhoda? I said yes. Yeah. How are you? Hoe gaat het? You see, I know that how are you. I said thank you and you. En ik zei, oh, fijn bedankt. Hoe gaat het met u? And then she grabbed my hands. En toen nam ze mijn hand. And she go to a coffee shop. En ze ging naar de koffie. And she asked me so many questions. En ze stelde mij zoveel vragen. I guess that I. She said, oh, blah, 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 blah. I don't even know what she's talking about. Ik weet niet eens waar ze het over had. I know yes and no only. So I said, no. Ik alleen ja en nee. Zo ja, ja. Yes, yes, yes. Ja, ja, ja. No. No. And she realized that I don't understand English. En toen realiseerde ze dat ik helemaal geen Engels verstond. That time, my savior came, which is my mom. Kwam mijn redder, dat is mijn moeder. And my mom came. En mijn moeder kwam. And Auntie Agnes. En tante Agnes. In the coffee shop. In die koffiewinkeltje. Auntie Agnes said. Zei tante Agnes. Rhoda. I thought David know English. He doesn't know anything. Ik dacht dat David Engels kon. Hij weet helemaal niets. I was so embarrassed. Ik schaamde me zo. That day I cried and I went home. Op die dag huilde ik. Ik ging naar huis. Lord, I was so embarrassed in Heer, that coffee shop. Ik schaamde mij zo in die koffiewinkel. Lord, bless me. Heer, zegen mij. I want to understand English very well. Not only understand, one day I will preach in English. Ik wil Engels heel graag goed begrijpen. Ik wil op een dag in het Engels spreken. Now it's happening. Hallelujah. En dat gebeurt nu. God is so good, man. Want God is zo goed. God is so good. Hallelujah. God is zo goed. Hallelujah. Let me tell you one thing. Laat me iets vertellen. You have to see your future. Je moet je toekomst zien.